Nederland echt vooruit brengen, daar is nu de ruimte voor. Met sociale investeringen en eerlijke spelregels. In de grote stad, maar ook in de kleine dorpen op het platteland. Ik ben nu in Westerbroek, een klein dorpje onder de rook van Groningen. Ik ga hier 24 uur doorbrengen en heb vandaag al van alles gedaan. We zijn wezen praten op de school. Ja, maar je ziet nu dat de samenhorigheid in het dorp naar de school toe is enorm groot. Ik zie hoe belangrijk het is dat we zorgen dat de school open blijft. De kleine school die het dorp bij elkaar houdt. U heeft ook kinderen hier aan de school? Ja, mijn dochter is hier in de school geweest. Ik ben al 15 jaar in het onderwijs. Mijn zoon is 9, gaat hier ook naar school. De school is dan de laatste verbindende voorziening die er nog is in zo'n dorp. En als je dat weghaalt, haal je eigenlijk het perspectief weg uit een dorp en daarmee op het platteland. En daar gaat het ons om. Dat we zorgen voor werkgelegenheid in de buurt. Dat we geld investeren voor leefbaarheid. Juist van gebieden waar krimp is, waar minder mensen wonen. Dan doen we iets wat je misschien niet in economische cijfers ziet, maar wat zoveel meer waard is. Kwaliteit van leven, de kwaliteit van onze samenleving. Vanavond gesprekken gevoerd met de ondernemers van het dorp, de jongeren van het dorp, de mensen die de verenigingen gaande houden. Het lijkt erop alsof het hele dorp ook is gekomen. Verder is het indrukwekkend hoe samenhorig en hoe positief men met elkaar omgaat in het dorp.